Hoe mooi is dit? Hoe geweldig is dit? Ik weet niet of jij hier enthousiast bent. Ik word hier enthousiast van. Dit is zo mooi. Dit is recht in het hart van CLC. Als je wilt weten wat CLC is, dan denk ik niet dat er een betere uitleg is. Het is God en mens. Hou van God, hou van mensen. En die verhalen, ik vind het heerlijk om mensen te horen, mensen te zien, zo mooie mensen. Dit is CLC. Ik kan van alles hier zeggen nog. Ik heb een aantal dingen opgeschreven, maar ik weet niet of het er iets aan gaat toevoegen. Dit is wat, als je de CLC niet kent, of je bent nieuw in de kerk, je hebt nog nooit een Vision Sunday meegemaakt, dan is dit wat CLC is. Ik kan er niet veel aan toevoegen. Het is God en zijn mensen. En het succes van onze kerk, als er al bestaat in Gods Koninkrijk succes, of het hoogtepunt van onze kerk gaat nooit zijn, hoeveel mensen hier zitten, of hier met 5 man, of dat de zaal vol zit, of de evenementen die we doen, of alles wat we organiseren, en de dingen die we doen, zijn allemaal goede dingen, maar het valt allemaal in het niks. Het is niet wat onze identiteit is. Wat is onze identiteit? Hou van God, hou van mensen. Ik vind het zo mooi. En eens je dat pakt, eens je dat in je geest krijgt, het koninkrijk draait om God en zijn mensen. Hou van God, hou van mensen. Dan is er zo'n rust. Dan is er zo'n focus. Dan is er zo'n perspectief dat we krijgen. Ik heb niks te bewijzen. Wij hebben als kerk niks te bewijzen of te halen of te organiseren. We mogen bij God zijn en we mogen van mensen houden. That's it. Dat is het. Dat is het. En ja, we doen veel dingen en we hopen dat die dingen mensen daar naartoe leiden. Maar mensen lief hebben. We willen een jaar uitreiken naar God. Uitreiken naar God. Stond er net op de slide. Reaching out. In Filippenzen 3. Ik lees het nog eens. Erald heeft het gelezen uit de Message parafrasering. Ik lees het uit een andere vertaling. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. Nee, maar ik jaag ernaar. Ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Ik reik uit om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Hij heeft naar mij uitgereikt, zodat ik naar hem zou uitreiken. Broeders en zusters, ik zelf denk niet dat ik het al begrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend, uitreikend naar wat voor mij is. Opnieuw, jaag ik naar het doel. Ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Waar jagen we naar? Waar strekken we naar uit? Paulus zegt in het vorige vers, in vers 11, zegt hij het persoonlijk kennen. Het delen in het leven dat Jezus gehad heeft. In zijn lijden, in zijn dood, in zijn opstanding. Volgeling worden van hem, letterlijk gaan volgen door alles wat hij heeft meegemaakt. De Bijbel in gewone taal zegt hier, ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus gegrepen. Bijbel in gewone taal zegt, Jezus heeft mij geroepen, waarom? Om hem persoonlijk te gaan kennen. Een intieme relatie met hem te gaan hebben. Het is Jezus die naar ons heeft uitgereikt. Alles begint bij hem. Vorig jaar hebben we een heel jaar gespendeerd om op God te focussen. We hebben naar de namen van God gezocht. Yahweh, de God die is. Hij is die hij is. En alles wat we over hem beschrijven, hij is die dingen. Hij is liefde. Hij is rechtvaardigheid. En we hebben een serie gedaan over zijn liefde die eerst kwam. Wij hebben lief. Als wij als kerk liefdevol zijn, dan is dat altijd maar een antwoord op. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is wat we hebben gedaan. Het vorig jaar hebben we Yahweh Jireh gezien, de God die voorziet. Yahweh El Roy, de God die mij ziet. Wij mogen God kennen omdat hij ons eerst kende. Psalm 139. U hebt mij al gezien toen ik in het geheim gemaakt werd. U hebt mij al gezien toen ik diep in de aarde ontstond. Toen mijn lichaam nog geen vorm had, zag u mij al. Nog voordat ik werd geboren, wist u al alles van mij. En u schreef het in uw boek. Nog voordat we hem kenden, kende hij ons eerst.
Er is zoveel vrijheid te vinden. Als dit jouw uitgangspunt is. Er is zoveel vrijheid te vinden en rust te vinden. Te weten, God houdt van jou onvoorwaardelijk. God houdt niet van jou als jij een bepaalde levensstijl gaat aanhouden. God houdt niet van jou als jij de goede dingen doet. God houdt niet van jou als jij goed doet. God houdt niet van jou als je elke week hier zit. God houdt van jou. Punt. That's it. Het is niet meer dan dat. God houdt van jou. God heeft geen agenda, onvoorwaardelijk. En ja, als we in die liefde gaan leven, gaat ons dat veranderen. Maar God houdt van ons. Punt. Onvoorwaardelijk. En dat is soms moeilijk om te beseffen. Sommigen van ons worstelen daar nog mee en proberen nog in de gunst van God te geraken. Proberen nog indruk te maken op God. Proberen te worstelen zoals Jacob om een bepaalde zegen te krijgen. En alles wat God wil zeggen is, ik hou van jou. Ik reik uit naar jou. Ik ben er voor jou. That's it. Niet meer dan dat. Mijn liefde is er voor jou. Je hoeft niks te doen. Je hoeft niks te bewijzen. Je hoeft niks te halen. That's it. En dat is de God die ik wil kennen. Dat is de God die ik achterna wil gaan. Vorig jaar, dit jaar opnieuw, hier op zondag en in mijn eigen tijd met Hem. Ik hoop dat 2024 een jaar kan zijn van Gods aanwezigheid. Van Gods aanwezigheid, zoals we die mooie verhalen hebben gehoord. God is overal, ook op de wc en overal waar we gaan. Hij wil jou ontmoeten. Elke dag opnieuw. Hij zit te wachten totdat jij met hem tijd gaat spenderen. En hier op zondag ook. Ik hoop dat we stap voor stap meer ruimte kunnen geven aan God. Om Gods aanwezigheid te ervaren. Om de Heilige Geest ruimte te geven. En we gaan morgen niet helemaal andere diensten doen. Dat is niet wat ik bedoel. Maar wel om gewoon nog meer bij hem te zijn. Om ons daar bewust van te zijn. Om meer ruimtes in onze dienst te creëren waar we de Heilige Geest ruimte geven om te werken. En wie weet wat de Heilige Geest door die momenten heen wil doen. Heel mooie dingen vaak. En dat is het frame van dit jaar. We willen Gods aanwezigheid achterna. Filippenzen 3. En dan zegt Paulus, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Ik reik uit, net omdat hij naar mij heeft uitgereikt. En de vers daarna staat mij uitstrekkend naar wat voor mij is. Omdat hij naar ons heeft uitgereikt, mogen wij uitreiken naar hem. Ik ben het jaar begonnen met te framen, Psalm 27... Het is een beetje mijn psalm van het jaar geworden. Ik zie vijanden om me heen. Er gebeurt van alles om me heen. Er is een onzekere toekomst, een onzekere maatschappij. Ik word geconfronteerd met mijn eigen gebrokenheid. Er zijn mensen rondom mij heen die proberen van alles om mij van God, wat het ook is, wat het ook is. Ik weet dat ik sterker ben dan ze. Vol vreugde zal ik de Heer danken, zingen, offers brengen in zijn tempel. Heer, ik roep naar u, luister naar mijn gebed. Wees goed voor mij en geef mij antwoord. Ik weet dat ik u moet zoeken. Wij mogen uitreiken naar hem en dat doe ik. Want God, ik wil dicht bij u zijn. This is it. Dit is het. Wij mogen uitreiken naar hem. Dat is waarom we 21 dagen van gebed doen. Dat is waarom we die dienst hier doen. Ik hoop dat je dichter bij God komt. Hier op zondag en in je eigen leven. En De houding die we allemaal daarvoor nodig hebben, is een houding van openstel. Kijk, het volk van Israël had een heel... Het probleem was niet dat zij geen verwachting hadden. Ze hadden een heel sterke verwachting naar een Messias die hun ging vrijzetten, die de Romeinen ging buitenschotten, dat was hun verwachting toch, die hun volk weer in opbouw ging brengen en ging herstellen. Het was niet dat zij geen verwachting hadden. Het probleem was dat hun verwachting in een andere richting lag dan hetgeen dat God wou doen. Wat is de sleutel? De sleutel is ons openstellen. Soms wil God dingen doen die wij nodig hebben, maar die niet in ons boekje staan. Soms wil God de dingen doen die wij nodig hebben, niet altijd de dingen die wij willen. Dat is heel pijnlijk soms, maar dan is het een kwestie van ons open te stellen naar hem en opnieuw onvoorwaardelijk naar hem toe te gaan en te zeggen, God, ik wil uitreiken naar u. Ik zoek u. En hoe dat er concreet gaat uitzien, dat weet u, God. Ik niet.
U bent God, ik niet. Maar God, ik zoek u. Ik wil dicht bij u zijn. Niet om alles wat u geeft, niet om de vruchten die daaruit voorkomen, maar om wie u bent. We willen uitreiken. En er is een dankbaarheid, een perspectief die komt als kerk en individueel als we hierin gaan leven. We willen uitreiken naar hem. Hoe gaan we dat doen dit jaar? Er zijn zoveel manieren waarop we discipelschap doen en we willen je helpen om beter volgeling te zijn van Jezus, om hem te gaan zoeken, om uit te reiken naar hem. En ik hoop dat dat in alle aspecten en facetten van onze kerk ergens een dimensie van discipelschap daarin naar voren komt. Maar wat is het speerpunt van discipelschap? Is on the road. Als je nog niet van on the road hebt gehoord, is een team waar discipelschap on steroids zou je kunnen zeggen. Dit is het team dat Alpha doet, het team dat de prayer course vorig jaar gedaan heeft. En dan willen we verder zetten. Dit jaar gaan we 2 nieuwe cursussen aanbieden naast Alpha. We geloven in Alpha, we investeren in Alpha. Het is dé plek waar mensen God misschien voor de eerst kunnen leren kennen, waar ze welkom zijn met al hun vragen en twijfels. En naast Alpha, 27 februari, bieden we nieuwe cursussen aan. We doen Alpha en een andere cursus die ook dan start is Life Worth Living. Een leven dat zin heeft, een leven dat de moeite waard is om te leven. En is een cursus die doorheen de Filippenzenbrief gaat en het gaat over, ja, wat wil dat nu zeggen, dat christelijk leven? Hoe ziet dat eruit? Als je in die liefde van God wandelt, hoe gaat je leven er dan uitzien? En ik wil je oproepen, als je iets hebt van ik wil meer, ik wil dieper gaan, ik heb een honger naar God, een honger om te groeien, dan is dit de ideale plaats. Schrijf je in, ofwel kun je Alpha gaan doen, je hoeft niet nieuw in het geloof te zijn om Alpha te gaan doen. Of je kunt Life Worth Living doen. En aan het einde van het jaar willen we opnieuw Alpha doen en willen we nog een tweede cursus aanbieden. We weten nog niet goed welke, we hebben er een aantal gekocht. We hebben een aantal ideeën. Maar dit is wat we willen doen rond discipelschap, de speerpunt in onze kerk van discipelschap. Wat nog? City Point. Ik weet niet of je er al van gehoord hebt. We hebben al eens 1 keer een event gedaan. Ons hart is dat jongeren, leeftijd 18, 25, of je zou kunnen zeggen 16 tot 30, God vinden en hierin gaan uitstappen. Dat ze gaan uitreiken naar God. En ik zie een generatie die hongerig is. Een generatie die geen toeters of bellen wil, maar die God wil. Die onvoorwaardelijk een passie heeft om God te ontmoeten. En we willen daar een plaats voor bieden. We willen daar een bediening rond creëren. En dat zal City Point heten. Nogmaals, jongvolwassenen, ik zou zeggen 16 tot 30 ongeveer. Vorig jaar hebben we al eens een eerste evenement gedaan en er komt er meer aan in de toekomst. We willen nog evenementen doen, maar veel belangrijker willen we een plaats bieden om te connecten, om relaties uit te bouwen, dat van binnenuit naar buiten een bediening bouwen en dat we echt een zegen kunnen zijn voor die leeftijdsgroep. En dat is wat we dit jaar op het programma hebben staan. Dat ligt al een tijdje op ons hart. En daar willen we dit jaar in uitstappen en investeren, in gaan uitbouwen. Dus dat wordt heel mooi, je gaat er nog meer van horen. Wordt echt de moeite, wordt heel leuk om dat te gaan zien. We reiken uit naar elkaar. We reiken uit horizontaal naar elkaar. Romeinen 15, Erald heeft het ook al gelezen. Jullie moeten elkaar dus vol liefde accepteren. En accepteren klinkt heel passief, maar er staat vol liefde. Er is iets actief aan heel dit gebeuren. En in deze kerk was het accepteren ook best actief. De kloof tussen de 2 groepen die Paulus in deze brief aanspreekt was bijzonder groot. Maar hij zegt aan het einde van de brief hier, ik wil dat je een stap naar voren doet. Ik wil dat je uitreikt naar de ander en een brug bouwt. Wat uw verschillen ook zijn, hoe diep ze ook lijken te gaan binnen de kerk. Ik wil dat je elkaar dient. Ik wil dat je elkaar lief hebt. Ik wil dat je uitstapt, de eerste zijt om te gaan uitreiken tot eer van God. Want, zegt hij, ook Christus heeft jullie allemaal vol liefde geaccepteerd. Ook Christus heeft uitgereikt naar jullie. Het is zo belangrijk, een community die samenkomt. Een community die liefde uitleeft. En opnieuw, er zijn zoveel manieren hoe we dat dit jaar willen doen. De hoofdmanier is connectgroepen. Ook dit jaar geloven we, bidden we, willen we investeren in groei van connectgroepen. Connectgroepen zijn de groepen waar mensen samen leven doen, waar
de hoe zeg je dat, de rubber hits the road, waar het echt allemaal aan de slag gaat, waar ook discipelschap gebeurt, waar we dat, die relatie met God kunnen gaan uitleven en naar elkaar toe, elkaar te kunnen gaan dienen, lief hebben. En vorig jaar hebben we Groei in Connect groepen gehad, we hebben een nieuwe groep gehad. En dit jaar willen we opnieuw 1 of 2 nieuwe groepen zien ontstaan. De meeste van die groepen die er nu zijn, zitten vol. Er is altijd vraag voor mensen om bij Connect groepen te mogen horen en erbij te komen. Heel vaak op zondag zijn er aanmeldingen. Dus dat is een zegen. We willen mensen wijzen richting community, richting familie. En dit is de manier waar dat gebeurt. Waarin mensen samen in relatie op zoek gaan naar wat God wil voor hun leven. In Gods woord, in gebed. Samen in relaties, in liefde. Dus we geloven voor nieuwe connectgroepen. En als je al in een connectgroep zit en je hebt zoiets op je hart en je hebt dat misschien nog niet gezegd of nog niet uitgesproken of je twijfelt nog, misschien is dit jaar voor jou het jaar dat jij een groep zou kunnen gaan leiden. En dat lijkt misschien heel intimiderend. Maar we willen jou daarin begeleiden, met jou meegaan. Misschien is dat voor jou een stap. Misschien zit je nog niet in een connect. Is voor jou de stap om bij een connect te gaan horen. Opnieuw of voor de eerste keer. Dat is wat we dit jaar opnieuw willen gaan investeren. En hoe willen we daarin gaan investeren? Laurens heeft het vorige week al aangekondigd. We hebben vanaf 7 februari een werknemer in dienst van onze kerk, van onze VZW, dat we allemaal samen mogelijk hebben gemaakt. Christine gaat beginnen werken voor de kerk. Dit is echt een droom dat uitkomt. Het is echt een mijlpaal als kerk, de eerste werknemer die we ooit hebben. Zo bijzonder dat we dit mogen doen. Een van de dingen die zij gaat doen is connectgroepen nog beter opvolgen. Dat we die leiders ondersteunen, dat we die groepen stevig en gezond maken, dat we er echt in investeren. Dat is een van de dingen die ze gaat doen. En ik ben zo dankbaar dat we dit kunnen doen. Je hebt geen idee. Ik heb dit hiervoor gebeden, ik heb hiervan gedroomd. Het is zo'n mooie stap dat we dit kunnen doen. En ik wil je allemaal bedanken daarvoor. We zijn een ontzettend vrijgevige kerk. De financiën van onze kerk zijn gezond. Maar ik wil er ook bij zeggen dat dit best een stap in geloof is en dat dit best een hap uit ons jaarlijks budget is. En ik wil daarbij zeggen van, als je nog niet mee investeert in onze kerk, of als je misschien in 2024 extra ruimte hebt, dan wil ik die oproep doen van, stap daar misschien in uit. En ik vraag je niet om meer te geven, ik vraag je om te gaan bidden met God of dat iets is wat hij voor jou heeft of wat mogelijk is voor jou. En ik wil erbij gaan zeggen, ik weet niet wie geeft en hoeveel er gegeven wordt. Christine weet dat ook niet, ik wil het ook niet weten. Dus ik kan deze oproep ook in alle met een schoon geweten doen. Maar dit wordt best een puzzel die we gaan moeten leggen. En nogmaals, we hebben gezonde financiën, maar dit is best een puzzel die gelegd kan worden. En ik hoop dat dit jou inspireert en uitdaagt om weer een volgende stap daarin te gaan zetten, om mee te gaan investeren. Een van de dingen, zoals ik zei, dat Christine gaat doen, is connectgroepen. Iets anders dat ze gaat doen, is nog meer een overzicht creëren van al die dingen die we gaan doen, zodat er meer rust komt in de organisatie. Als er evenementen aankomen, als er grote dingen aankomen, dat we proactief daarin kunnen gaan leiden, aanzetten geven, dingen gaan uitdenken. Soms lopen we nu wat achter de dingen aan en dat we vooruit kunnen gaan denken, dat er meer rust in komt. Dat is weer een van de dingen we hebben in detail uitgedacht wat Christine gaat doen met haar uren, zodat het duidelijk is voor haar. En dat we intentioneel haar uren kunnen gaan inzetten ten groei van de kerk. En niet zomaar in het wilde weg dat die 19 uur dat ze voor de kerk gaat werken, dat ze die zomaar gaat doen. Hey, nog iets dat eraan komt. We willen uitreiken naar elkaar. We zien een nood van mensen hier in onze kerk, in ons midden, die Nederlands willen leren, maar die het nog niet machtig zijn. En die vertaling zouden we kunnen gebruiken. En ik ben er al heel lang over bezig geweest met een aantal mensen. Dit is het jaar dat het er gaat komen. We willen een vertaalteam starten voor mensen die Nederlands nog niet machtig zijn. Wat wil dat zeggen? Dat we vertaling gaan aanbieden met headsets. Er gaat niks veranderen aan onze diensten. We worden ook geen internationale kerk. Er is een heel goede internationale kerk in Leuven al. Maar de diensten blijven in Nederlands. Maar dat wil zeggen dat mensen die dan nodig hebben vertaling van Nederlands naar Engels kunnen hebben met headsets. En dat is iets waar een nood aan is, dat we willen doen om die mensen te kunnen gaan dienen
in onze kerk. En dan willen we welkom thuis. Het staat ook al een tijdje op de agenda, op de lijst om toe te voegen. Welkom thuis gaan sessies zijn waarbij mensen de kerk en mensen in de kerk kunnen gaan leren kennen. Als je nieuw bent in de kerk, is het vaak overweldigend en is het soms moeilijk om mensen te leren kennen. We willen daar een context voor creëren. We willen een sessie doen na de dienst, kort en krachtig, geen cursus, maar een omgeving waarin mensen die nieuw zijn of die dit hun thuiskerk willen maken, kunnen komen, zo snel mogelijk mensen leren kennen en zo snel mogelijk kerk kunnen leren kennen. Hoe we gestructureerd zijn, welke teams er zijn, connectgroepen, hoe dat werkt, wat onze leiderschapsstructuur is, wat onze visie is, theologisch misschien. Dus dat komt er. Welkom thuis gaat dat heten, om uit te reiken naar degenen die dit hun thuiskerk willen maken, maar nog in dat proces zit. Om dat zo makkelijk mogelijk te maken. We willen uitreiken naar een wereld. Naar een wereld rondom ons die ons nodig heeft. Gods plan is doorheen de lokale kerk om te werken. En er zijn mensen die God op zijn hart heeft liggen. Die hem willen leren kennen, die hem nodig hebben. En God wil ons daarvoor gebruiken om die mensen te gaan bereiken. Iets verder in Romeinen 15 zegt Paulus: ook liet Christus zien hoe goed God is voor de niet-Joden, want alle volken danken God voor de redding die hij wil geven. En er staat geschreven: samen met alle volken wil ik God danken. Als op een gegeven moment in de geschiedenis van de kerk mensen niet hadden uitgereikt naar de wereld, dan hadden wij hier nooit gezeten, want wij horen evengoed bij die niet-Jodengroep. Het is omdat mensen uitgereikt hebben naar hun wereld, dat wij hier nu mogen zitten en wij mogen opnieuw hetzelfde doen. En soms is dat met woorden, soms is dat met de boodschap van het evangelie, naar onze collega's toe, naar onze vrienden toe, naar onze familie toe, of wat het ook mag zijn. En soms is dat zonder woorden, door te gaan dienen. In de gevangenis waar we gaan, mogen we niks zeggen. Maar ik geloof wel dat we daar een getuigenis kunnen zijn, ondanks het feit Dat we niks kunnen zeggen over religie. En dat ligt allemaal gevoelig daar. Ik geloof dat we naar het CAW toe, een overheidsinstelling waar we ook niet direct een getuigenis kunnen zijn in woorden, maar dat we wel daar een getuigenis zijn naar die mensen toe. Twee van hun mensen waren hier bij ons in de dienst, hebben ons leren kennen als kerk, wie we zijn, waar we gepassioneerd in zijn. Dat is ontzettend mooi. En dat is een van de dingen waar Christine ook ter tijd aan gaat spenderen, waar zij heel enthousiast wordt om die contacten te onderhouden, om die verder uit te bouwen. Misschien dat we een nieuwe missie op zoek gaan naar een nieuwe missiepartner. We geloven in relaties uitbouwen en van daaruit dienen. We hebben een goede relatie met de gevangenis, we hebben een goede relatie met Gerrit, die vrouwen uit de prostitutie haalt. We hebben een goede relatie met CAW, we hebben een goede relatie met Compassion. In 2024 gaan we waarschijnlijk weer op het einde van het jaar een zondag doen in het teken van compassion. En dat is waar Christine enthousiast van wordt. Zij gaat dat mee opvolgen en kijken welke mogelijkheden er zijn om nog meer een zegen te gaan zijn in onze stad, in ons land. En dit is wie we zijn. Dit is wie we zijn, dit is wat we doen. Maar ik zou vooral zeggen, dit is wie we zijn als kerk. En ja, die dingen die we gaan doen, dat is allemaal leuk. Maar nogmaals, onze identiteit zit niet in de dingen die we doen of halen of succes in wereldse ogen. Dat is niet Gods hart. Dat is niet ons hart. We mogen dit jaar uitreiken, omdat Hij naar ons heeft uitgereikt. We mogen uitreiken naar elkaar en we mogen uitreiken naar de wereld. Ik ben heel enthousiast over dit thema dat Erald heeft uitgesproken en ik hoop dat je dit thema neemt. Zelf met dat thema Gods aanwezigheid in gaat gaan, wat dit wil zeggen voor jou persoonlijk, hoe jij kan uitreiken. En dat je dit eigen maakt, dat je het in je geest krijgt, zeg maar. Het wordt een ontzettend mooi jaar. God heeft ons gezegend in 2023. We zijn gegroeid op zoveel vlakken. En ik geloof voor een nieuwe groei in 2024. En ik bedoel groei niet zozeer in aantallen. Nogmaals, dat is niet waar het om gaat. Ik bedoel groei in Gods aanwezigheid.
Dat herkennen, dat vinden. Dit is wat we mogen doen. Dit is wat we mogen zijn in zijn aanwezigheid. En ik heb het al gezegd, dit is waar ik van hou. God en zijn mens. That's it. De kerk. Hou van God. Hou van mensen. Misschien heb jij niet die passie. Misschien is het tijd om die vlam terug aan te wakkeren. Om terug een stap te gaan zetten richting hem. Om hem te gaan vragen voor liefde, voor zijn mensen om jou heen. Om te gaan uitreiken. Maar stap erin uit, dit jaar, in dit thema. Laten we allemaal gaan staan. Ik wil een zegen bidden over onze kerk. Dit jaar. Ik wil een zegen vragen over jou en jouw geloofsleven met hem. Dat je nog meer van hem mag gaan zien, mag gaan ervaren. Dat we heel bijzondere dingen gaan zien dit jaar als we zijn aanwezigheid gaan zoeken, gaan ingaan. En dan gaan we worship terug in, gaan we terug gaan bidden. Vader God, ik bid u een zegen over dit jaar. En Vader, boven alles uit wat we willen doen en de dingen die op de planning staan, in nieuwe projecten, bidden we. God, we willen uw aanwezigheid hier. U geeft uw aanwezigheid onvoorwaardelijk, ondanks ons, niet dankzij ons. Heer, we staan hier, we hebben niks te bieden, we hebben niks om nog meer indruk op u te maken. We hebben nog niks te bieden dan nog meer liefde zou opwekken bij u. Heer, we komen in uw aanwezigheid, we zoeken uw aanwezigheid. Heer, het is uw aanwezigheid dat we willen. Vader, ik bid dat we dit jaar daarin groeien, dat we daarin uitstappen, dat we daar gaan zoeken. Heer, help ons om die verwachtingen die we soms hebben los te laten. En dat we u mogen zien met wat u wilt doen. Niet hoe dat wij denken dat u zou moeten doen of wat u zou moeten doen. Het is uw aanwezigheid. Niks anders. Als uw aanwezigheid niet bij ons is, laat ons dat niet verder bouwen. Laat ons dat niet verder gaan als kerk. Jezus, ik bid dit jaar dat we op een heel bijzondere manier dingen zien gebeuren, dingen zien shiften, dat we doorbraken mogen gaan zien, dat we mensen mogen gaan zien die u vinden, die aangeraakt mogen worden door u, dat we dit jaar mensen mogen gaan zien die gaan groeien in hun partnerschap met de Heilige Geest. We bidden voor groei van deze kerk, nog verder uitslaan van wortels, in uw aanwezigheid. Hetzelfde bid ik uit over iedereen die hier is, iedereen die online kijkt, iedereen onder mijn stem, dat we mogen groeien in het erkennen, herkennen, het leven in uw aanwezigheid. Help ons om te hongeren naar u, help ons om u te vinden. In onze tijd, alleen met u, en hier op zondag, in onze connectgroepen, op Alpha, Life for Living, wat we ook doen, welke hoek of kant van de kerk ook. En in ons eigen leven. Vader, we zoeken u, we willen u. We zingen u toe, we roepen u toe. We leggen ons koude hart op het altaar als offer. Soms voelen we het niet, soms merken we het niet. Soms laat de storm om ons heen, maar we zoeken u. We willen u. Jezus, ik bid, kom, Heilige Geest, kom. Doe iets speciaals dit jaar.